Ah, <laughs> Oké, stop eens. Stop eens. Doe... Nee, dat kan niet, want wij kunnen ook niet stoppen. Nee, maar weet je wat het is? Het gebeurt bij mijn buikspieren. En het trekt echt mijn buikspieren zo Ja, dat kan wij ook, wat wij ook voelen. Maar je moet je kaart wel even naar beneden doen voor het beeld. Oh ja, sorry. Ja. Ah, stop eens. <laughs> Ik kan niet stoppen. Ik kan, niet stoppen. kan niet stoppen, Jay. It's complicated. Met Jay en Mahi. Jay, jij hebt vandaag een speciaal kastje om... Waarom geniet jij zo van ja, Dit wordt echt een... Ik denk een van mijn favoriete afleveringen. Sorry. En niet omdat ik je pijn wil zien, Leiden. Maar mag ik ook een keer lachen? Want ja, ik, ik dat, verlies altijd van jou. Het probleem is eigenlijk nu... voor de mensen die de andere afleveringen hebben gezien... dat jij juist te veel lacht. Dat is juist het probleem. Nou, vandaag <laughs> ga ik nog meer lachen. Oeh. <laughs> Oké, okay, ja, maar... misschien is het niet goed op beeld. Ik heb dit dus om. Nou, ja. Maar jij mag uitleggen waar, waar dit nou, allemaal voor is. Edna gaat het uitleggen, want jij bent cyclistherapeut. Klopt. Wat heeft uh, Jay precies om? Hij heeft een, uh, eigenlijk een menstruatie simulator, zo kan je het noemen. Dus je gaat voelen, eigenlijk, wat ik en wat wij elke maand voelen. Maar voelt elke vrouw. Nee. Pijn bij mijn situatie? Nee, nee okay, niet Oké, dus het is niet een standaard of zo. Het is nee. bij iedereen anders. De een voelt meer pijn dan de ander ook, zeg ja. maar. Dus ja. bij sommigen kan het ook heel extreem zijn. Ja. Bij anderen is het iets minder extreem. Je voelt het wel. Je voelt wel dat je ongesteld bent, toch? Ja. En maar de grens of de pijngrens of laat maar zeggen de hoeveelheid pijn is bij ieder anders. Hmm. En de kwaaltjes en al die dingen. En heel veel vrouwen of mensen die menstrueren... die weten niet dat ze ernstige vormen hebben... omdat ze het gewend zijn... of dat het vanuit hè, cultuur, maatschappij, whatever... Um, ja, als normaal wordt bestempeld. Terwijl toch 84% van de vrouwen last heeft. Ja, want ik heb dus begrepen... dat eigenlijk pijn bij menstruatie helemaal niet oké okay nee, is. Nee. Hoe komt dat? Mm. Op het moment dat je lichaam pijn als signaal geeft... dat is, dat, dat is echt gewoon een, een noodsignaal... van er is iets niet in orde. Mm -hmm. Maar we leven in een maatschappij dat we daar gewoon overheen gaan. Dus je bent eigenlijk je lichaam aan het belasten. Dus je gaat niet herstellen. En uh, het, het heeft heel veel oorzaken. Stress is een van de oorzaken. Uh, over je grenzen gaan. Voeding. Um, ja. ja. Ik heb wel eens veel... een keer een, uh, een podcast gezien. waarin een vrouw ging uitleggen. Dat het ging ook over voeding en zo. En zij legde uit dat het eigenlijk helemaal niet eens de bedoeling is dat vrouwen bloeden tijdens menstruatie, als, ze, zeg maar, als je teruggaat naar de kern, ja. dat dat eigenlijk helemaal niet eens hoeft. Is dat zo? Die, die stelling heb ik nog niet gehoord, maar niet in de mate waarin we tegenwoordig um, bloeden. Om het okay. even. Want je zou eigenlijk één of twee dagen uh, moeten bloeden omdat de baarmoederslijmvlies wat je hebt opgebouwd, uh, die. Om eigenlijk bevrucht te worden. Hè? Die moet weer eruit op het moment dat het, uh, niet, het eitje niet bevrucht is. Ah. En dat is wat ja, wat dat moet er gewoon uit. Dat mag ah, okay. niet in je lichaam blijven. En dat is wat het bloeden is. En dat zou één of twee dagen mogen uh, duren. Ah, sommige ja. mensen hebben er iets langer last van, maar ja, dat zou het eigenlijk zijn. helemaal niet. Tenken. Ja, dus één, twee dagen dat je echt bloedt. En één of twee dagen wat we noemen dat naspetteren. Hmm. Wat je dan zou moeten kunnen opvangen met een, uh, hoe heet dat? Met een inlegkruisje. inlegkruisje ja. Ja. Wat gek, ik heb het echt al sinds jongens ervaren, gewoon een volle week. Ja, ik ook. Gek wow. is dat, hè? Ja, had. ik had ja. Het ja. Ook, ja. Maar oh, ja. Is dat ander... veranderd? Maar heb je daar iets voor gedaan? Ja. Wat heb je daarvoor ja. gedaan, in het programma? Ik ben echt gaan leren hoe uh, mijn cyclus werkt. Dus ik ben echt gaan leven naar mijn cyclus. Mm. Uh, om maar een, een kort voorbeeld te geven, op het moment dat ik weet dat ik de week van voor mijn menstruatie uh, veel minder energie heb, weinig concentratie heb, mm. dan ga ik niet uh, sporten en sociale activiteiten en druk doen. Nee, ik verschuif mijn afspraken naar de week daarna, omdat ik dan weet dat ik dan meer energie heb uh, en dat ik meer in mijn soort manifesterende kracht zit, als ik het zo mag noemen. Dus het is echt het leven naar je cyclus, uh, gezond leven, uh, suikersmijden. Uh, ja, heeft dat echt ja, voeding. Ja, die vrouw had te doen. Die vrouwen dat dus ook heel erg over voeding ja. of dat over dat we verkeerde dingen aten, ja. of de vrouwen dan in dit geval ook, en waardoor het zeg maar erger was ja. dan eigenlijk nodig was. Zeg maar en, de de ervaring van de menstruatieperiode. Klopt. En stress is echt nummer. Één, hmm. uh, oorzaak van uh, menstruatieklachten. En dat is vooral in deze maatschappij... of deze huidige maatschappij, ja. in de westerse maatschappij... bijna niet de die fast life waar we in leven. Ja. Ja. Laten we heel even teruggaan naar het kastje... voordat ja. we verder praten. <laughs> ja, sorry man. Ja, really, hey, yeah. I love it. Hoe kan, kan het dit... zijn dat ik al wat voel? Nee, just hij is good. uit. Oké, okay, dan laten, laten we hem <laughs> aanzetten. Ja. Voel jij wat aan? Nee. Okay. We gaan hem dus nu aanzetten... Mm -hmm. En dat betekent dus dat hij door de hele aflevering heen, dus in levels, meer voelt, toch? Ja, klopt. Dat gaat gewoon vanzelf. Nee. Oh, dat ga jij fixen, zeg ik maar. Ik ga dat fixen. Okay. Je hebt 15 seconden dat je de, de hoe zeg de krampjes voelt. Ja. En je hebt 15 seconden dat je rust hebt. Okay. En in die werkende 15 seconden ga ik steeds omhoog. Ja, die soort, die, die, die soort, uh, die soort uh, partner in crime ja. van mij daar. Ik die je eigenlijk mijn mattie hoort te zijn. Ik ben die die diep in je hart. Pijn. Maar ik, jij slechte ik ben gewoon... Tijden. Weet je, nee, toen nee, ik die nee. wormen mocht eten... Nu mag jij. Nee, ik, uh, ik doe dit met, uh, <laughs> met alle liefde en graag. Omdat ik ook gewoon het wil ervaren. Ja. Uh, ik heb nooit eigenlijk het gevoel gehad... Dat vrouwen zich aanstellen of wat dan ook. Dat scheelt. Waarom heb ik dat? Als je een kind kan baren... Dan geloof ik wel als je zegt dat je pijn hebt. Zo, so <laughs> als, ja, als, ja. als nature het zo heeft bepaald. Als de als creator het zo heeft bepaald. Ja. Dat jij die pijn mag dragen. Dan betekent dat ik het gewoon niet aan kan. Ja. Dus als jij dan zegt als vrouw dat je pijn hebt. Dat, dat neem ik altijd serieus. Ja. Altijd. Dus da, daar hoef ik het pers, en, niet kijk, per se voor te doen. Maar misschien ben ik wel een soort van witness voor mijn andere boys. Precies. En ook voor de ladies nou, om te weten. Ik ben ah, eerlijk nee. een beetje zenuwachtig voor jou. Was dat er? Nee. Was dat er? Dat ik schrok gewoon. Er is niks aan de hand. Ah, maar je voelde nee, iets? Ik, ik voel iets, ja. Oké. Okay, wat nee, voel je? Nee, ik deed alleen even, Leg het even uit één. Zodat hij... Want anders valt hij uit. Is dit één? Jay, Jay, even serieus. Ik zie tranen in je ogen of zo. Tranen? Nee, ik lach gewoon. Wow. Ah. Uh, het, het, het zit nu op één. Maar dit is, ik neem alleen maar aan. Dit is te... gewoon, dit is, dit is gewoon is van, niks. dit is niks. Maar je voel, wat voel je? Kriebeltjes. Kriebeltjes. in ja. je buik, onderbuik. Ja. Ik ga denk ik flauwvallen zo meteen. Uh. Nee, echt Nee. Uh. Nee, maar doe je dit nu extra of is het serieus? Nee, ik ben, dit nee, is, is gewoon serieus. cool, dit is gewoon cool. Oké. Okay. Maar ik schrok gewoon van het gevoel, dit is niks, dit is echt. Echt te doen. Als je hier niet tegen kan... Schat, dan nee, mag je echt nou nooit maar. meer... Uh... Wacht even. Maar dit is één, hè? Nee, dat snap ik. Dus okay. dit, 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 dat maakt je niet denk... dat ik nu helemaal in paniek ben. Nee, nee maar, maar omdat gewoon, je wel okay. reacties hebt. Maar ik weet dat niet of ik schro, het voor leuk is. Omdat of... ik niet wist dat er gebeurd is, ik, okay. okay. ik voel, Ik voelde zo'n okay. zo trilling bij <laughs> Dit is wat je dus normaal voelt... als je gewoon ongesteld bent als algemene vrouw. Nee, dit voelen wij nog helemaal niet. Dus mag ik beginnen? Dan ga je het voelen. Vanaf begin? Ja, want nu is die gewoon... aan. Oké, okay, laat maar weten wat het begin is, man. Ja? Ah! Serieus? Oké, okay, stop eens. Stop eens. Ik doe... Nee, dat kan niet, want wij kunnen ook niet stoppen. Nee, maar weet je wat het is? Het gebeurt bij mijn buikspieren en het trekt echt mijn buikspieren Ja, dat is wat wij ook voelen. Maar je moet je kaart wel even naar beneden doen voor het beeld. Oh ja, sorry. Ja? Ah! Stop eens. <laughs> Ik kan niet stoppen. Ik kan, Jij niet stoppen. kan niet stoppen, Jay. Hij gaat op de. Zee... Oké, okay, toch heel even wachten. Hele we gaan even nog wachten. niet verder. Ik doe, even niks, ik doe niks, ik doe niks. ik doe Dit? Ja, maar hij gaat gewoon weer komen. Ik voel het wel. Ja, hij werk. gaat Oké, okay, maar wat voel, je? wat voel je? Pijn. Ja, maar wat voor pijn? Ah. Nee, niet echt pijn. Maar wat voel je? Nee, dit doet echt pijn. Ik kan niet we praten. Hij zit op drie. Nee, hè? Ja, zo zitten wij gewoon op kantoor. Ah. Ja. Zo doen wij boodschappen. Zo fietsen wij naar werk. Rijden we naar dit werk. Dit kan niet. Ik zweer het je. Ja. Echt. Ik had het vorige week nog, schat. Ik heb het soms zelfs in deze afleveringen. Okay? Dus dan zit ik, ik op jouw plek. Okay. Nee, hè? Nee. <laughs> is echt pijn, ja. Oh, armen schatum uit. Moet ik op. Zie ah, ah. <laughs> hoe lief ik voor oh, je dit ben. Het is echt heftig. Oké, okay, maar meer dan Moet... dit wil ik ook echt niet voelen. Ik geloof het wel. In de zin van. Dit is echt heftig. Ah, ja. Maar het is ook geconcentreerd echt op één plek. Ja. Dus okay, hij is we nu, hebben er nu gestopt. Ja. Nee, wacht. En luister, het kan nog veel erger, toch? Je, je bent tot twee gekomen en uh, oh, ik dacht dat gemiddeld... drie. Ja, ik heb hem op een gegeven moment naar beneden gedaan, want ik kon je wel niet drie hebben ja, Nee, Het was echt het harder ja, dan dit, moest het. het niet worden. Zie je hoe heet voor jou zijn? Ik voel... Het gemiddelde is 95. Oké, okay, maar luister, deze vraag had ik al vanaf het begin al klaar. Ja. Moet, het, moet dan niet op het, op het gebied van, uh, laten we zeggen, op de arbeidstak mm -hmm. uh, of markt niet gekeken worden naar iets. Ja. Op dit gebied. Is dat al, in bepaalde landen is ja. dat al. Ja, ik heb het over in Nederland. Ik bedoel... ja. Die discussies die, die zijn er. Um, weet je wat het is op dit moment? Um, raken bedrijven 5 miljard kwijt aan dat stukje ziektewet. En dus dat vrouwen zich, zich ziek melden omdat ze niet anders kunnen. Zou je die vrouwen één of twee dagen de kans geven om of thuis te werken of gewoon vrij te nemen? Dan zijn ze productiever in die dagen daarna. Maar op het moment dat iemand met 50% van de energie gaat werken, die persoon produceert niet. Ja. Je, je hebt pijn, je kan niet concentreren, je kan letterlijk niks. Ja. Dus op het moment dat je er rekening mee gaat houden en er zijn harde cijfers, er zijn onderzoeken, dan als je cijfers presenteert, dan gaan bedrijven luisteren. Snap je? Ja, dus, dat is waar bedrijven natuurlijk op gebouwd ja, zijn. Op dat cijfers. is echt zo. Ik heb ook ja. echt oprecht gehad dat ik in meetings zat. Dat ik echt met mijn ogen half open zat. En dat mensen me vroegen: gaat het wel goed? Ja, je kan niet in een meeting met al die mannen zeggen. Ja, sorry, ik ben omgesteld. Want één, hey, ze begrijpen het niet. Twee, je schaamt je er een soort mm -hmm. van voor. Ja, ja, dat is ook een beetje gecreëerd. Hè, ja, en je ja, wil dat ook dat niet laten zien dat je als vrouw minder bent of zo. Uh, omdat je dan niet kan opletten. Dus ja, het is echt heel lastig voor, voor vrouwen om te functioneren ja. als je zo heftig pijn hebt. Ik vind persoonlijk. En dat, dat zullen sommige vrouwen het me niet met me eens zijn. Ik vind persoonlijk wel dat het de taak van de man is... Mm -hmm. om in de maatschappij... om een bepaalde level van verantwoordelijkheid te nemen... op hoe we met de vrouwen omgaan. Ja. En, maar wat bedoel ik daarmee? Het is ook aan ons om te zeggen van... wij gaan hier iets voor bedenken voor jullie. Niet dat jullie afhankelijk moeten zijn van ons. Dat is niet wat ik probeer te zeggen. Ja. Maar we moeten het uiteindelijk toch wel samen doen. We waren en, we moeten, maar... en het zou geen kwaad kunnen, denk ja. ik, als wij... Uh, ook rekening houden, uh -huh. ook voor de vrouw gaan staan en zeggen van, oké, okay, maar luister dan, uh, gaat er nou iets voor de vrouw komen op dit gebied? Misschien begrijpen we het niet, misschien weten we niet precies hoe ja. het voelt, maar zij zegt het, zij, zij, zij en zij en zij zeggen het. Wat gaan we hiermee doen? Maar ik denk Want ik dat zou het en en is op het moment. Kijk, vrouwen. Um, zijn het ook gewend om uh, door die pijn heen te gaan. Dus op het moment dat je inderdaad die schaamte voelt, uh, of je in een mannenwereld staande wil houden en zegt van nee, het valt wel mee, dan open je ook niet dat gesprek. Nee. Dan blijven die taboes uh, bestaan. Ja. Dus voorlichting is heel belangrijk. Het gesprek met elkaar op een respectvolle manier aangaan is ja. heel belangrijk. Um, en vooral ja, gewoon open erover praten. Maar ja. bijvoorbeeld ook scholen. Er zijn meisjes die Bang zijn om überhaupt aan te geven ik ben ongesteld, waardoor ze gaan doorlekken. Omdat die vijf minuten wat je hebt om naar, van de een naar de ander lokaal te gaan, is veel te weinig om je even te gaan opfrissen. Nou, Dan zitten ze in de klas helemaal te stressen van shh, ik ga doorlekken. Terwijl er zou een soort signaal moeten zijn naar de leerkracht van ja, Weet je wel? ik heb dit meegemaakt. Ik had een keer um, dat we met de. Toen zat ik in de brugklas en toen moesten we een bezoek um, nemen aan een bedrijf ergens in een andere stad. Mm. En toen moesten we met de fiets. En het fietsen duurde letterlijk 30 minuten met de hele groep. En ik was um, toen net een jaartje omgesteld, dus dan is het sowieso yeah. al heel spannend. En ik was het ook heel heftig. En ik weet nog dat we moesten fietsen en op een zadel zitten en ongesteld ja. zijn en het ja. regende. En ik voelde me zo vies. En ik was helemaal doorgelekt. En ik had een jas aan en ik durfde hem niet meer uit te doen. En ik moest van de leraar uitdoen. En ik probeerde te vertellen, maar ze begrepen niet. Ja. Ik ben die dag in mijn leven nooit meer vergeten. Omdat ik het zo heftig vond. Ik voelde me vies, ik voelde me onbegrepen. Ik, voel, ik schaamde me. Het is zo vernederend ja. of zo op dat moment. En dan zit je ook nog met allemaal jonge mensen in de klas en jongens gaan gewoon zeggen. Ah, moet ja, is niet met een broek geplast of zo, weet je wel. Je gaat niks zeggen. Dus en daar is het begrip voor nog echt niet ontwikkeld ja. in Nederland, vind ik. En daar denk ik dat we wel allemaal een aandeel hebben. Zoals zowel hè, de, de vrouwen om te zeggen: van joh, dit is wat wij ervaren. En ook onderling, hè, Want ja. heel vaak zijn het ook de vrouwen. Uh, ja, naar elkaar toe van pst, nou, ik heb nergens last van jou. Jij ja. stelt je aan. Ja, ja, ja. ja. Why? Je Weet je wel, ga gewoon het gesprek aan. Ik zie soms zelfs, en ik ga nu geen namen noemen, maar ik, ik, ik zie soms interviews uh, dat vrouwen aan, uh, uh, aan tafel zitten bij een talkshow en dan gewoon zeggen: Nou ja, pst, dat menstruatievlof is helemaal niet nodig, want ik heb nergens last van. Ja, nee, en, jij? jij hebt een luxe probleem. <laughs> ja, en de rest van die 84 Weet je wat ik Weet je wat, wat wel moeilijk is, hoe weet je wie wel echt klacht heeft en wie niet? Ik denk hoe ga op je moment, hiermee om, zeg maar? Je creëert een, een bepaalde loyaliteit, toch? Op het moment dat je uh, bijvoorbeeld een, een bedrijf die echt met uh, werknemers in, in gesprek gaat en uh, die, die mogelijkheid creëert om vrij te nemen, dan je gaat echt een bepaalde loyaliteit creëren. En wij vrouwen willen niet gaan zitten en niks doen. Snap je dus nee. je gaat dat ook niet Ja, maar sorry sorry sorry, sorry je gaat nu voor alle vrouwen praten nee, zijn en je er, gaat nu er doen zo natuurlijk zijn er wel ik, nee, kijk, ik heb, kijk, ik heb een bedrijf waar met, met aardig wat uh, werknemers. Ja? ja? Er zitten van allerlei typetjes tussen. Ze willen voor elk dingetje, willen ze een vrijtje hebben, ja. willen ze meer geld hebben. Ze. Er is altijd wel wat. Ja, maar Los van je. dit af. Hè. Dus je kan niet tegen mij zeggen: vrouwen ja. willen allemaal. Nee, het is allemaal ja. vrouwen en man op. Wat dat betreft merk ik. Je hebt evenveel werkers... je hebt evenveel mensen die ja. gewoon uit hun neus lopen te vreten en de kantjes ervan aflopen. Ja. Dus dat is gewoon heel moeilijk te controleren. Ja, maar hoe ga je controleren? Hoe ga je, ja, gesprek snap ik. Mm. Maar hoe weet je nou dat je tegenover iemand zit? Die het wel meent, of, of tenminste soms weet je ja. dat deze, deze persoon is een beetje een is. Ja. maar nu heeft ze echt pijn. Ja. Ja. Hoe weet je dat nou? Snap je? Ja, dat, 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 is, dat, 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 dat wordt Maar dat van. is hetzelfde als ja. ziek melden, weet je. In het algemeen is diegene echt ziek of heeft die nu gewoon geen zin om te werken? Nee, dus Snap het is ik alleen diegene het is lastig. niet elke maand ziek. Ja. ja, ja. Dat is gewoon dat is een lastige situatie waarvoor ja, het verpest voor heel veel een andere ding vrouwen. is ja. Als we daar een oplossing voor kunnen vinden, dan Denk ik dat we nog sneller uh, dichtbij, uh, zeg maar, een soort van? Verlofrecht hiervoor ja. Uh, uh, ja. kunnen invoeren of iets van dat. Want daar heb je iets harder een harder dingetje om op te zeggen: mm -hmm. van oké, okay, maar we kunnen het gewoon checken en het is gewoon zo, punt uit. En nu moet je het gewoon voor ons regelen op, uh, op de werkvloer. Snap je? Ja, dat ja. is natuurlijk ja, ook een, waar komt, andere uh. een ander probleem. Ik, ik merkte toen ik 16-17 was al, mm -hmm. heel veel klasgenoten van mij, als ze dan he uh, hevige klachten hadden, mm -hmm. dan. Um, gingen ze naar de huisarts en het eerste wat de huisarts deed... is een pil voorschrijven. Of, ja. laat maar zeggen, een spiraal. Um, maar dat is niet per se de oplossing, denk ik. Nee. En ook, nee. laat maar zeggen... Um, hoe erg is het bijvoorbeeld... Ik denk altijd, als je een spiraal neemt... dan ben je voor een hele lange tijd niet ongesteld. Mm -hmm. Is dat wel goed voor het lichaam? Nee. Nee, toch? Nee. Hmm. En... Het, het is zelfs zo dat um, anticonceptie met hormonen, die, um, dat is ook weer een, een uh, oorzaak, kan een oorzaak zijn van heftige, hevige menstruatieklachten. Uh, mm. En er is volgens mij, maar daar moet je me niet echt op vastpinnen, maar er is een onderzoek volgens mij gaande nu in Denemarken, wat het uh, effect um, duidelijk wil maken van de invloeden van uh, uh, de, de pil, dus menstru um, anticonceptie met, yeah. met hormonen... en de relatie met antidepressiva op latere leeftijd. En die is er gewoon. Dat geloof Leil. ik ook. Ja. Niet dat ik het weet. Maar ik, ik ja. geloof wel ik geloof dat daar iets ook. tussen moet zitten. Want ja. je hormonen bepalen zoveel van hoe je ook hier zit... en Klopt. hier qua gevoel zit. Dat, dat ja. is voor mij op dit moment een van mijn grootste angsten... om ermee te stoppen. Dat, snap dat is echt ik. gek, hè? Dat snap ik. Maar ik Hoe zag dus... Je, ja, dus je? dat ik bang ben dat en mijn lichaam en mijn uh, gesteldheid verandert... als ik stop met M de pil. Mentaal pilo. bedoel je? Ja. ja. Oh. Dus ik vind dat gewoon heel ten, spannend. Ten negatieve bedoel je? Ja. Maar het kan ook positief, ja. dat kan ja. ook. Maar die angst voor het negatief is zo ja. groot dat ik dan niet weet... Uh. Maar is het zo groot dat je je lichaam van binnen eigenlijk... Ja, ja dat, is, dat is nu mijn vraag. Weet je wat het is? We zijn niet in een fabriek gemaakt. Dus nee. op het moment dat je allemaal... Chemische. Synthetische dingen gaat in. is echt zo hoor. Want ik merk ja. ook dat ik. Ik heb een hormoniale buik. Mm -hmm. Dus ik ben niet dik van mezelf, maar mijn buik zet gewoon op. En dat komt gewoon door de pil. Ja. Wow. Omdat je, dus je lijkt soms gewoon in een jurk zwanger, omdat het gewoon zo opgezet ja. is. Maar het is geen vet. Het is gewoon een soort van opgezette buik. Zoveel zo moeten leren. jullie eigenlijk allemaal. Ja. meemaken omdat je anticonceptie wil. Ja. Ja. Is het misschien niet tijd dat misschien de man aan een soort pilletje... Die gaat. is er nu. Nee, eigenlijk, nee, eigenlijk ook fout, bedenk oh, ik me. Nee, ik, ik stel de vraag niet en doen. ik antwoord hem gelijk. Nee, weet je waarom? Nee, want waarom als het voor jullie fout is, moet het voor ons wel goed zijn? En waarom als het voor ons fout is, daarom, moet het voor jullie goed daarom. zijn? Maar ik vraag me daarom. wel af um, hoe dat dan werkt, die mannelijke pil. Weet niet daar of ik er er iets, uh, nee, daar heb ik echt te weinig... Die is ook echt uh, net nieuw uh, in de markt. Yeah. Nee, dat, daar heb ik me niet Maar die in, gaat ook waarschijnlijk uh, iets met je hormonen moeten doen. Ja. Yeah. Daar, daar, daar ligt de basis van dit alles. Weet je wat het is? Als je even teruggaat naar nou ja, heel lang geleden. Als je ergens last van had. Je had altijd wel een oma of een, een tante. die een natuurlijke middel had. Ja, om zeker. een klacht op zeker. te lossen. En, um, of dat ze gewoon rust namen. Ik heb ergens last van. Ik geef mijn lichaam de tijd om te herstellen. Ja. In deze tijd doen we dat niet. Je hebt pijn je gaat gewoon door, door, waardoor je het eigenlijk. Die pijn of de, wat, tijd ja tijd je, je bent eigenlijk symptomen aan het bestrijden. Yes, je bent de oorzaak aan dat, het aanpakken. Precies dat. Dus ik denk niet eens dat je zo ver zou moeten gaan om ja, al dat chemische. Dat ik denk dat, je, dat, dat daar voorliggend al heel wat is. En er zijn heel veel andere vormen van anticonceptie zonder hormonen. Maar ga je research doen en ga uit dat, um, dat, dat, dat stukje van gemak. Heel vaak is het gemakzucht. Zeg maar oké, okay, de beeld dit en dat. Is dan. Wel Welke zo, anticonceptie ja. is zonder hormonen, weet je, dan kan je, je dat dan... toch vormen. Maar jij vertelde net ook dat je ja, klachten hebt tijdens de menstrueren. En jij vertelde net dat jij minder klachten mm -hmm. hebt. Ja, als je dat dan hoort, wil je dan krijg je dan zin of word je dan aangespoord om zeg maar, iets eraan te gaan doen? Aan, aan, aan ja, weet je wat het is, moment? ik vind het gewoon. Echt heel jammer dat je op school daar niks over leert. Ja. En uh, misschien leer je daar iets over, maar nog geen honderdste van wat het inhoudt. En ik wist dus nooit dat je, hoe jij vertelt, van ik hou dan rekening met sociale activiteiten mm -hmm. en ik bewaar me dus. Ik weet dat gewoon niet. Ja. Ik ken dat niet. Dus en dat, en dat, ik schrik daar gewoon een beetje van. Ja. van. Hoe kan dat nou? Dus. Ik ben de laatste tijd wel steeds meer aan het beseffen van... shit man, ik zit echt jaren aan de anticonceptie aan de pil. Ja. En ik heb heel, heel vaak gewoon een afspraak gemaakt bij de huisarts... en gevraagd van... Um, is het erg? En ze zeggen altijd, nee hoor, het kan, ja. het doet niks kwaad, het is helemaal niet erg. En ik geloof het gewoon niet. En ondanks dat ik het niet geloof, blijf ik het doen, omdat we in een fast world leven en ik ben heel hard aan het rennen voor mijn carrière en ik heb geen tijd. Mm -hmm. Maar de laatste tijd ben ik wel echt aan het beseffen van, ik wil dit eigenlijk helemaal niet meer. Dus ik heb ja. ook voor deze aflevering uh, überhaupt besloten dat ik uh, na mijn vakantie in mei ga stoppen met de anticonceptie. Ik vind het heel spannend en heel eng, Snap maar we gaan, zien, uh, we gaan zien hoe, we, hoe ik eruit zie. Ja. In een andere aflevering op wat te gaat doen. Maar ja. Ja. het gaat je echt wat opleveren. Positief. Ja, ja. ja. zeker weten. Ja. Ik, het is ook gewoon um, dat ik me niet kan voorstellen dat je hormonen zo erg gecontroleerd mm -hmm. worden door, door de pil, uh, dat dat goed kan zijn. Ja. Ik ben heel erg dus bang dat omdat ik zoveel jaren eraan aan zit of mijn lichaam dat zelf kan regelen. Je hebt, juist omdat je zo lang uh, aan de pil zit, heb je natuurlijk ook wel een periode nodig dat je lichaam, uh, hoe zegt dat, ja, bijna gaat ontgiften. Ja. Weet je dat, dat echt. En volgens mij heb je daar echt wel een jaar voor nodig. Maar in de tussentijd kan je wel andere dingen doen, waardoor je meer naar je cyclus gaat leven en meer in je kracht. Want er gebeurt dus iets in die opbouw van die baarmoeder slijmvlies, die endometrium, wat niet goed gaat. En daarom heb je dus klachten. Mm -hmm. Dus als jij... Eigenlijk in de basisgezondheid gaat werken aan een gezonde opbouw. Uh, dus gezonde cellen en gezonde bloedvaten, want daar wordt het door opgebouwd. Dan ga je al zoveel meer energie ervaren. Dus het is en, en, en stoppen met de pil, maar tegelijkertijd ook kijken van... hoe ga ik mijn lijfstijl veranderen? Lifestyle, ja, 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 dat is ja. echt zo. Want dat krijg je weer bij de, bij de dokter niet mee. Op school nee. krijg je dat niet mee. Nee, nergens. Op veel, op, op veel nergens. gebieden is dat wel echt zo. Zo van gewoon wat je zegt, uh, puur symptomen bestrijden. bestrijden, ja. bestrijden ja. Ja. En dat is niks ten nadele van de medische wereld. Maar um, de meeste medicijnen die worden ontwikkeld... worden echt getest op... Een mannenlichaam wij zijn gewoon mini-mannetjes en er wordt er een soort van natte vingerwerk gedaan wat okay, jullie bill? hebben bijna alle medicatie wordt op, wordt op mannen getest want ons ons hormoonsysteem is zo complex dat het heel veel geld en tijd kost om medicatie wat echt voor een vrouwenlichaam geschikt is om dat te ontwikkelen dus er wordt op mannen getest en er wordt er ergens een soort formule van oké okay, je hebt zoveel milligram hè, nodig dus en, en een huisarts, als je naar een huisarts, hoe lang heb je 20 minuutjes om je faal te doen? Die hebben, de, die hebben de tijd niet. Dus en... die samenwerking tussen een huisarts en een cyclistherapeut is superbelangrijk nee. en die ontstaat ook steeds, steeds meer. Ik vond het, mm. voor mij was de eerste keer waarbij ik echt heftig schrok, was het moment dat mijn huisarts toen op een gegeven moment daar aan me vroeg van. Um, waarom vraag je dit eigenlijk? Wil je zwanger worden? Want dan heb ik één pil die je kan innemen. Dan hoef je niet een jaar te wachten om zwanger te raken, want de, ja. uh, de pil moet uit je systeem en dan kan, kan het gelijk. En toen dacht ik, what the fuck? Wat ben ik allemaal met mijn lichaam aan het doen? Dus ik neem één pil en ja. die moet uit mijn mm -hmm. lichaam, maar die andere pil kan dit regelen. Ik ben iets aan het regelen allemaal hier wat Terwijl niet geregeld is. Wel het lichaam zichzelf kan regelen. Precies. Ja. Ja, de oplossing zit in jou. Ja. Snap je? Het is alleen wat je zegt. Je leeft in een fast world. Alles moet snel, dus je neemt niet de tijd om echt je lichaam te leren kennen. Op het moment dat je je lichaam niet kent en niet naar je cyclus gaat leven, dus je cyclus ook niet kent, ja, dan kan je er van alles in stoppen, maar met wat voor effect? Ja. Snap je? Dat weten we gewoon niet. Maar we ervaren het en we gaan steeds door. We doen uh, een pijnstilletje. Mm. Uh, nog meer, weet je wel. Ja. Als je de bijsluiter van de, de pil zou openmaken en je zou hem op de grond leggen, nou, volgens mij hebben we dan heel dit kleedje. Ga maar lezen wat erbij komt. Er allemaal... Niemand doet dat, want je hebt een vergrootglas nodig en je hebt, je hebt tijd nodig. Gewoon. Je stopt het zo erin, hè? Zonder ja, zo. te lezen wat het met en je En Sommige kan dames, doen. ik hoor ze gewoon, ik slik hem gewoon door en door en door. Ja. Dat ik denk van, waar ben je mee bezig? Ik vind het al erg wat ik doe en jij slikt hem gewoon ja. de hele tijd door. Niet te doen. Je, je hebt zelf eentje, volgens mij was dat laatste in het nieuws, ik weet ook niet hoe het heet. Maar stel je gaat op vakantie en je wilt dus um, voorkomen dat jij tijdens je, je vakantie uh, gaat menstrueren, dat je dat pilletje kan innemen. En dat stelt dat uit. Nou, er zijn vrouwen die gaan bijvoorbeeld drie weken op vakantie. Dus drie weken lang ben je iets waarvan je de, sowieso de bijwerkingen niet hebt onderzocht, ben je in je lichaam aan het doen. En dan vind je het raar dat je allemaal andere klachten krijgt. Ja. Weet je, want er, op het moment dat je één systeem in je lichaam stilzet, dan gaat die andere ook niet werken. Kijk, we leven nu wel in een maatschappij waarbij vrouwen op een latere leeftijd moeder worden. Mm -hmm. um, en heel veel mensen doen alsof dat de reden is waarom heel veel vrouwen geen kinderen kunnen krijgen. Maar ik geloof er ook heel erg in dat we in de afgelopen jaren zo erg met onze hormonen hebben gespeeld, waarbij we het in de war hebben laten ja. raken, wat, waar, waardoor dat een van de grootste redenen is. Klopt dat? Ik, ik zou dat niet zo hard durven zeggen. Ja, niet zo zwart-wit, laat maar ja, zeggen. Maar ja. het is, is zeker een van de oorzaken waar we mee bezig zijn met onszelf. Weet je wat het is, omdat ik dan ook geen cijfers of onderzoeken, vind ik dat lastig om dat zo hard te, te, te zeggen. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat dat invloed heeft, heeft. laat me ja. zo zeggen. Dat kan ik me echt voorstellen. Want nogmaals, je bent wel iets aan het doen met je lichaam wat niet hoort. Mm -hmm. En om terug te komen naar zoveel jaar geleden. Dat je letterlijk oplossingen uit de grond kon trekken. Weet je, echt heel biologisch. En dat een zalfje en een. Dat bestaat gewoon allemaal niet meer. We zijn te snel in. We doen een pilletje naar binnen werken. Echt zo. Ja, hey, nog even voordat ik. Ik heb een complicate question. Maar even nog een mm -hmm. vraag voordat ik die uh, ga voorlezen. Um, wat zouden mannen kunnen doen. om het voor jullie weer wat makkelijker te maken? De Bijvoorbeeld. Grip. Ja, nou ja, goed. Wat is begrip? Luisteren naar wat de vrouw nodig heeft. Mm -hmm. um, ik hoorde jou net al zeggen, van joh, ik, ik luister, ik hou rekening. Maar stel dat je dus echt gaat leven naar je cyclus. En daar probeer ik ook in um, mijn uh, consulten met, met uh, vrouwen dat toch de mannen erbij te betrekken. Want stel dat de vrouw zegt, van joh, in, we hebben nu al vier maanden uh, mijn cyclus gevolgd en ik merk dat in die week voordat ik ongesteld ben... nou, nah, ik heb geen energie, die kinderen, ik kan ze niet zien, weet je wel. Al? Als je een man daar tegenover uh, uh, hebt zitten en die maakt aantekeningen... oké, okay, dus in die week haal ik de kinderen van school, uh, doe ik koken... Uh, even iets meer rekening Even ja. iets meer rekening, ga jij ja. maar naar boven... en de kinderen die blijven echt beneden... dan zie je al dat in die maand daarna ze veel minder klachten heeft... omdat ze echt het lichaam de tijd heeft gegeven om te rusten. Mm. Dus als je samen um, gaat kijken naar een cyclus van de vrouw... Ja, dan kan je daar al... En, en niet eens alleen een man, want je hebt bijvoorbeeld alleenstaande uh, vrouwen. Maar je hebt misschien wel vriendinnen die hetzelfde probleem hebben. Nou, we maken een schema. Jij haalt die kinderen van school in die week. Want dan ben ik op mijn... Weet je, zit ik op mijn zwaarste dagen. Dus op het moment dat je het echt over gaat praten... en eerlijk erover gaat praten... Yeah. ja, er zijn zoveel mogelijkheden. En dat zie je bijvoorbeeld ook in de sport. Uh, volgens mij het Amerikaanse voetbalteam... Die trainen niet wanneer de meiden ongesteld zijn. Die hebben volgens mij, wow. nog, geen, die hebben volgens mij nog geen wedstrijd uh, verloren. Puur omdat ze rekening houden met die cyclus. En echt nee. gaan kijken van... Week, yeah. Daar heb jij de meeste kracht. Nou, jij gaat dat doen. Hier hebben we niks aan je. Ga maar, leggen, uh, ga maar slapen. Of ga maar rust, rusten. Of ga maar whatever. Yeah. Ik denk dat dat al een echt goed beginnetje zou zijn. Ja. Als we ja. hiermee zouden ja. kunnen beginnen... Is dat al een goede start yeah. uh, in de goede richting? Nou, dat ik ga die complicated question even met jullie it. delen. Zijn mm. jullie ready? Yes. Mm -hmm. Mahi, deze vraag is een soort van richting jou. Ooh. Hi Mahi, allereerst wil ik kwijt dat Hello. ik je echt een prachtige en inspirerende vrouw vind. Aww. Ik kijk heel graag naar jullie podcast <laughs> en ik waardeer het dat je gewoon eerlijk durft te zeggen dat je bijvoorbeeld jaloers bent. You embrace your flaws like a goddess. Oké, okay, nice. Mooi, 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 mooi. Nou heb ik zelf ook een flaw waar ik me heel bewust van ben. Tijdens mijn menstruatie ben ik een monster. Ik kan er niets aan doen. Ik ben het type vrouw dat alleen chocola wil eten. Oh nee, sorry. Ik ben niet het type vrouw dat alleen chocola wil eten. Mijn emoties zijn er gewoon echt big. Met grote letters. Hè? Daarom zeg ik big. Ja. Heb jij hier toevallig ook last van? En hoe ga jij hiermee om? Groetjes van een fellow Persische vrouw met temperament. Oh, oh, nice. sister. zusters. <laughs> zusters. Nou, kijk, wij Iraanse vrouwen hebben sowieso ah, extra wow, temperament. Dus ik denk dat Latina's er, erg zijn, maar Persians, sorry. Ja? Het is gewoon heftig. Nee, kijk, um, ik ben juist iemand die wel... Echt heel erg is van een fastfood, als ik ongesteld ben. Ik ja. ben standaard kapsalon, een McDonald's, echt heel en krijg erg. Krijg je er ook echt behoefte aan? Echt Of is enorm. het meer voor troost? Is het het is alsof troost? je zwanger bent en gewoon cravings hebt. Zo heftig. Mm, okay. Maar ik ben ook gewoon heel erg down, slow. Ik kan heel emotioneel zijn. Ik kan, je kan dit doen en ik huil gewoon. Oh. Zo heftig. Ja. Ja. Uh, maar het wisselt zich af met elkaar. En. Um, wat ik dus doe, want ik heb eigenlijk ook last van mijn schildklier, mm. en dus ik ben extra emotioneel. Ja. Um, met schildklier, je schildklier kan of te snel werken of en Mijn is snel werken, dus okay. mijn hormonen zijn ja. enorm. Um, dus ik zeg altijd tegen mezelf als ik weet dat ik ongesteld ben of ik weet ik heb last van mijn schildklier, dan zet ik dat gewoon echt in mijn mind en dan. En als ik dan emotioneel word, dan denk ik. Mahie, je bent dit omdat je ongesteld bent. Ah, of omdat ja. je last ja. van je schuld te kleert. Ja. Het maakt niet uit. En dan trekt het vanzelf ook wel een beetje weg. En to be honest: ja, kijk, je kan lelijk doen tegen anderen. Of het is wat het is. Je kan daar op dat moment gewoon echt ja, niks, niks aan, aan doen. doen. Ja. Zolang je maar daarna beseft en tegen diegene zegt: Hey, sorry, ik bedoelde het niet zo. Want ja. dat vinden Iraanse vrouwen ook nog wel eens moeilijk. Ja. Vrouwen in maar general. Ja, dat is hoe het ik vraagt, het voor mezelf oplos. <laughs> Jij zou me bijna uitschatten als hij op 95 gaat staan, hè? Oh nee, ik zou niet eens kunnen. Ah, ik zou, zou gewoon niet. dood hier neervallen. Oh ja, ik ben heilig ervan overtuigd dat als hij op was geweest, was ik gewoon. Ja, dat ja. Ik zou denk ik flauw vallen. Ja, ja, het is ook. Uh, ja, het is wat. Ik zeg je eerlijk, Feminax uh, helpt mij uh, ook door deze tijden heen. Want anders zou het jezelf Ja, dat is een, uh, een soort van. Pijnstil. Paracetamol voor als ja. je ongesteld bent. Als ik die. Weer, heb... Een, ik krijg dus weer een pilletje, zeg maar. Okay, maar neem ja. je ook rust op het moment dat je hem inneemt? Neem je ook rust? Nee. Schat. Lees erbij sluiten. Nee. Het er staat altijd op een. een, een oh. uh, <tot> We zeggen dat er een paracetamol is yeah. een um, pijnstille. Dank je wel. Er staat op, op, de, um, op dat doosje, op de bijsluiten... dat het werkt op het moment dat je rust neemt. Oh, dat wisten we niet niet. Dus je, 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 je doet eentje. Je leest niet oh, he? eens, oh, want je, doet, je, ja. je denkt al van zoveel mensen nemen het... dus het moet goed zijn, ik neem het en dan gaat het maar over. Maar jij bent niet hetzelfde als zoveel mensen. Dus daar zit al... dan... Dat wist ik niet eens. Wauw. Dus okay, ja, Persian now... sister... Uh, ik denk dat dat de manier is: accepteer het, embrace het en weet waar het vandaan komt. Houd dat in je achterhoofd. Ik denk dat, dat wat Edna heeft gezegd ook misschien kan helpen. En dan ben ik een man, dus ik mm. weet niet hoe het voelt natuurlijk, maar. Ik denk dat je als je gewoon even je rust neemt. En, en jezelf zeg maar niet opscheept met zoveel werk of taken of verantwoordelijkheden. en denkt bij jezelf: Nou, ik ga gewoon wat rustiger aandoen yeah. vandaag... Yeah. dat je ook al minder reden hebt om, om een monster te zijn. Want niemand komt je lastigvallen. Niemand komt je. Yeah. Eigenlijk, want je, je wordt misschien een monster omdat je net een vraag of vijf te veel hebt gekregen. die je op dat moment ook even niet kan handelen. Dus expose jezelf dan misschien niet tot dat. zodat yeah. je gewoon voor jezelf ook relaxed. Want 100%. kijk, dat je een monster tegen een ander bent. Ja, dat, dat, dat komt wel goed. Daar dat komt die persoon denk ik wel overheen. Maar ja. je voelt je blijkbaar niet lekker. Ja. En ik denk dat dat het ja. ding is. En natuurlijk kunnen we nog niet in Nederland stoppen met werken als je omgesteld bent. Maar wat jij net heel mooi zei van die sociale activiteiten eromheen. Blijf dan gewoon even lekker thuis. Kijk een filmpje op de bank, weet je wel. Ja. Ja. Neem je me time ja. En dan, uh, dat, ik denk dat. Echt, dat is echt, echt de die tip rust. die ik hieruit heb gehaald hoor. Ja. Dank je wel. Ja, nee, ik hoop dat dan, er op de werkvloer ook meer open, rekening mee gehouden zijn, denk ik. Ja. Weet je van, kijk, je in elke fase van je, menstru van je cyclus heb je andere behoeftes. Omdat, je, omdat bepaalde hormonen juist heel hoog zijn of andere heel laag. Dus je voelt je ook in, andere, in alle fases uh, ja. uh, anders. Dus als je dat weet, dan kan je ernaar leven. Dan ga je die rust ook meer ervaren. Ja, en klopt. bijvoorbeeld wat jij nu zegt, uh, uh, fastfood, uh, fast dat maakt het eigenlijk erger. Gek, hè? Ja. Maar het kan niet. Ik ja, dat kan zijn het jouw niet. hormonen. Ja. Dus eigenlijk zou jij. Uh, je hormonen moeten testen, een test moeten doen en kijken van welke hormonen zitten bij mij lager, welke moet ik dan gaan aanvullen? Waar kan je zoiets en, doen? Bij ons. Oké. Okay. Ja. Um, okay. Dat is wat ik als cyclustherapeut doe. Ik ga echt zitten en kijken van oké, okay, waar kunnen jouw klachten vandaan komen? Mm. Hoe ga ik jou ondersteunen om jouw cyclus in kaart te brengen? Mm. En hoe ga ik jou ondersteunen om te leven naar jouw cyclus en over je grenzen gaan. Dat is een van de grootste oorzaken. En een laatste vraag. Um, moet je door de dokter een verwijzing krijgen naar een cyclustherapeute? Nee. Of kan je daar gewoon ja. langs gaan? Okay. Ja, of, uh, misschien is het echt een tip dan niet. voor de persische sister. Ja. Om ook eventjes te kijken. Van, want kijk, dat, wat ik al net probeerde te zeggen mm -hmm. van... Dat je tegen iemand heel gemeen uit kan vallen. Dat is eigenlijk voor die persoon waar je tegen doet niet echt een ding. Dat is geen probleem. Nee. Het is een probleem dat jij je dus blijkbaar zo, zo, voelt. zo naar voelt. Dat dat de enige reacties die eruit ja. kan komen. Dus misschien kan dit helpen zodat je je ja. toch beter voelt op zo'n moment. Ja, zeker. Ja, nou goed. Wacht, uh, ik wil. Uh, nee, maar wacht. wacht voordat uh, je dat doet wil ik zeggen: heb jij ook een complicated <laughs> question? Dan kan je die naar, naar ons mailen via its complicated at phoenix.nl en dan gaan we je proberen te helpen. You know I'm your sister and you know I love you. <laughs> ik, ik zat er te kijken van wat is ik, dat blauwe dingetje <laughs> daar? Ik probeer laat me zeggen gemeen te doen, maar het lukt me niet because I love you so much. Oké, okay, dat en is waarlijk. Kijk, van, stop, stop dat ding. Ah. Ja, maar we hebben nog iets leuks voor je omdat je het zo goed hebt gedaan. Nou, ik weet niet, een. ik vind niet dat ik het goed heb gedaan, maar uh... je hebt het goed gedaan. Ja, ja okay, Je hebt je grenzen aangegeven. Bloed serieuze. Hierbij verklaart Menstruatievoorlichtingsinstituut dat Jay Johnson deel heeft genomen aan de Menstruatie Challenge. Op ja, die datum Is een certificaatje of zo? Menstruatieheld. Nee, een Menstruatie diploma zelfs. Hij heeft gewoon een bloedserieuze ik? diploma. Wacht, ik heb ja, een maar? Bloedserieuze ja. diploma. Een diploma. Menstruatieheld. Ja. ja. Oh, echt man met een streepje? Ja. ja. I did this. I did that. <laughs>